het is tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Battlefield 1. De vorige keer waren we hier gebleven. Ik zal eens eventjes spotten met mijn binoculars. Maar in ieder geval moeten alle vehicles van de enemies destroyen. Dan zal dat nog aardig pittig worden, want hier staan godverdomme iets van 80 lui bij. Fucking great. Ik wil daar eigenlijk zo eventjes op. Dan heb ik op zich best wel een nice uitzicht. Oeh, hoeveel kolen heeft deze? 15. Het is beter dan die. We hebben er 3 van. Dat zou je toch moeten horen? Oké, even kijken. Heel veel mensen, dat weet ik wel. Kijk, niemand heeft gehoord blijkbaar. Oh, die. Nou, het zijn in ieder geval al 2 dood. Ik zit even na te denken. Kijk, die is armor, dus ja. Weet je, dat is fucking kut. Kijk, en dan moet die nou neerknallen. En dan ga ik dat doen. Nou heb ik wel aardig wat lui neergeknald. Hoe de fuck werkt dit? Oké, bye bye. Uh-oh. Kut, dit was echt een domme actie van mij. Dat ging. Er zijn moeilijk veel andere mensen dan nog. Godverdomme, dat is echt kut dit, jongen. Dat ging net zo lekker. Ik had lekker wat mensen gesniped. Nou, er waren een stuk of 5 mensen dood. Nou. En ik probeer dan Silence, die andere kut dude. Ah, moet ik dit dan weer opnieuw zien? Fuck this. Ik moet even die sniper bij me hebben. Wat is dit? Hoppakee, mijn nakkelen erbij. Wat ik ook kan doen is die lui natuurlijk eens pakken. Dan ben ik even iets voorzichtiger. Oké, er zijn ook 4 mensen. Heb
Oké, nou heb ik een stuk meer mensen gesproken. Wat doet die muziek? Oh kut, die gast heeft mij gezien. Waarom kreeg ik daar geen melding van dan? Oh, fuck this man. Ik heb een beetje high dat hij me daar niet meer ziet ofzo. Maar die meent het ook gewoon. Oh mijn god. Oké, silence gaat denk ik niet meer worden. Swiss tanken weer. Jezus Christus man. Oké, dit is best. Die missies zijn er best pittig gaan we doen. Sorry dat we vaak doodgaan. Ik doe echt mijn best. Ik zit het hier om jullie te pesten. Ik zit vaak doodgaan. Ik doe mijn best. Maar ik snap niet hoe hij mij nou in één keer zag. Want dat vond ik echt bullshit. Dus die kut guy, die zag mij in één keer. Boeren jongen wat het is. Ja, ik wil het even silence doen, maar ja. Weet je, als dat niet lukt. Ja, wat dan? Oké, ik ga in ieder geval snel naar die sniper heen pakken. En dan ga ik even omlopen. Nu wil ik eens proberen om die andere lui te killen. Maar welke was het ook weer deze? Hallo meneer. Fuck jou. Het zijn dus drie dingen die je moet laten ploppen. Oké. Kan er best spannend worden. Ik hoop hier trouwens dat er niet zo heel veel andere mensen nog in de buurt zijn. Oh, deze lui die hier staan, die heb ik hem blijkbaar nog niet gespot. Oké, dat is ook niet zo heel slim. Nou, ik ga hier even die ladder op. Oké, nou heb ik ze wel gespot. Kijk, zijn daar nog mensen die ik nog moet spotten? Nou, kijk, dat muziekje dus. Dat bedoelde ik dus. Hoe ga ik dit doen? I don't know. Deze gast naar boven toe, dan moet ik even uitkijken.
Au. Kutzooi. Oh, shit. Ik word ook een beetje geheet. Au. Hoe was je mis? Ik moet die gast trouwens even killen. Mooi, die is dood, hè? Maar wij zijn net op tijd weg. Oké, die is ook dood. Dan gaan we even die tank even laten ontploffen. Dit gaat wel beter. Voor mij leeft een één kereltje en nog. Misschien iets meer nog. Ik snap niet hoe dat mis was hoor. Mooi, dan pakken we de laatste nog eventjes. Dat ging lekker achter. Ik ga even snel naartoe. Even deze wapen onderhouden. Even dit wapen, deze wapen. Weet je dat al niet helemaal. Die maar denk ik. Oeh, I like. Oké. Okay. Dan gaan we die laatste nog even opblazen. En dan zijn we hier klaar. Hier zullen ook wel weer als collectibles zijn, maar ja, fuck dat. Yes, I like. Dynamite. Daar is de trein. Hoop ik dat het allemaal een beetje lukt. Ja, wat moet ik doen? Oh, Jezus. Hoe de fuck moet ik dat doen, man? Waar de fuck zou ik dat mee kunnen doen dan? Weet je? Ik weet niet wat dit oude is, maar... Ik wist niet dat er ook nog... Hoe dan? Ja, vanuit de trein, dat kan toch niet, man? Die guns kunnen toch niet zo fucking naar beneden richten? Oké, ik moet even opletten wat ik nou moet doen, want... Ik snap het niet helemaal meer te zijn. Hoe moet ik dan die trein nog een keer vernietigen? Ja. Zeg het maar. Weet je? Ja, hoe? Oh, vanuit deze gun zeker. Ah, ik snap het. Wat is die trein? Oh jezus, wat duurt dit lang? Oh, moet je dat reloaden, dat is ook fijn. Wat? Blaas ik dan mezelf op of zo? Oké. Het zal wel. What the fuck? Hoe moet ik dit nou ooit kapot maken, gewoon man? Ik heb er pure eetje van, man. Echt waar.
Oh wacht, misschien moet ik daarop richten. Ik weet niet of we echt al extra damage hebben gedaan, maar... Nou, dan staat hier nou zo'n field gun. Dingen, weet ik veel zo'n ding uit. Oh. Ja, hoe dan? Oh mijn god, jongen, eigenlijk de zware tyfus van die kunts. Elke keer als ik eens schiet, dan word ik gelijk opgeblazen, ja. Hoe moet ik dat doen? Ik moet even nadenken hoe ik dat moet doen, want zo gaat het niet echt goed, weet je. Ik moet even nadenken hoe ik dat het beste kan doen. Heb ik dit nou gelijk opblazen aan het heen? Nou, dat heeft, qua damage maakt het allemaal niet zoveel uit. Nou, dan moet ik hier snel weg. Volgens mij. Ja, want er wordt alweer op me geschoten. Eruit, eruit, eruit. Jezus. Mamma mia. Wat verdomme, niet best dit. Oh, die trein is wel verder gereden. Jazeker. Oh, kut, daar is die trein. Wat zit hierin? Ja, weet ik dat allemaal, maar god, god. Dan moet ik zeker eerst weer gaan liggen, hè? Oh, 3 is dat. Dan ben ik out of ammo. Wat zit hierin? Jesus Christus. Okay, wat heb ik nou opgepakt? Die. Au. Oh, dat komt al lang niet, man. Toch niet best dit, jongen. Wat zit hierin? Ook niet zo heel veel aan. Oh kut, ik moet deze reloaden. Oh kut. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Godverdamme, dit gaat wild, jongen. Maar die trein is wel op de hel. Dat is wel nice. Op zich. Weet je? Not bad at all. Oh, we moeten eens weer reloaden. Dan gaat hij zeker weer deze kant op. Oh, er zat een handje in. Daar zit natuurlijk dan wel weer een in. Ja, fik ik dat, man. Godverdomme. Hé, hey, kijk. Ik vanaf kunnen ze me zeker niet hitten. Dan ga ik weer snel weg hier. Ik had al mooi geweest eigenlijk. Dan ga ik deze snel weer pakken. Nee. Kruid de zware tyfus, man. Godverdomme kutzooi. What the fuck moet ik dat nou weten, man? Oh, Jezus Christus, ik word hier zo moe van.
dan naar die tent gaat, hè? Ligt daar nog steeds die gun daarin of wat? Daar lag een heavy gun in. Zo'n tank ding. Misschien kan ik die pakken. Oh, die open gaat in ieder geval. Kijk, er zitten 14 kogels in. Dichterbij. Oké, okay, dat doet wat damage. Auw. Zo kan ik hem misschien wel aardig tot de helft krijgen, want dan ben je wel. Ga ik even het dak hierop. Oh, de dak is half kapot, zie ik wel. Ja, nu kan ik het niet zien, dat is kut. Kom maar. Oh, godver. Want je moet met deze. Moet je beslist gaan liggen. Nou, hij is al hard tot de helft, hè. Zes kogels te gaan. Oh, misschien kan ik hier beter in de weg. Zoveel leven heb ik niet meer echt. Hij is bijna dood. Dat wel, ja. Oh. Godverdamme, dit is echt slag kut, jongen. Jezus, man. Hij is ook bijna gewoon kapot, hè. Kut dat je moet gaan liggen. Zo'n gun. Oh kut, dan zit ik echt vast. Au. Nog, ja, ik heb nog twee kogels. Misschien dat het werkt. Waarom mag ik die gun niet pakken? Ik mag die gun niet pakken! Oh, hij is bijna kapot. Godverdomme. Ik moet even zo'n utility ding hebben. Oh, godver. Hij is nog steeds niet kapot. Oh, jezus. Waarom loopt alles zo langzaam? Oh, hij is wel kapot. Hij is wel kapot. Oeh, mensen, hij is kapot. Yes. Oh, gelukkig. Ik denk, what the fuck? Hij loopt langzaam zo in één keer, maar hij is kapot. Nice.
Ja, die waren die oorlog voor olie zullen het nog steeds bezig, ja. Kijk, dit was het dan, denk ik. Nothing is written. En benieuwd of er nog iets komt. Maar van mij was dit een story, mensen. Oh, wacht. Er is nog eentje. Wat is dit dan? Uiteindelijk is dit het laatste. Remember us to the fight. We klikken erop en ik ben benieuwd wat dit precies is. Dit zal dan waarschijnlijk de laatste aflevering zijn van de storyline. Hint van de storyline. Er komen heus nog wel van de multiplayer ook filmpjes van. All this will be over. War to end all wars will be won by one side or the other. Guns will rust, grass will grow, and there'll be nothing left of any of this. The land will heal itself, as everything does in the end. We'll be long gone by then, but maybe not forgotten. History only remembers one in a thousand of us. Then the future will be filled with stories of who we were and what we did. How we lived, how we fought, and how we died. When this is all over and the war is won, they will remember us. But until that day comes, we will stand. We will look death in the eye. And we will fight. Fucking sick. Echt, ik heb kippenvel, jongen. Wow, dat was echt fucking vet, dit, jongen. Oké, mensen, dit was dus de laatste aflevering van Battlefield 1 van de storyline. Er komen waarschijnlijk nog livestreams, doe ik, van de multiplayer. In ieder geval, dit was dus de storyline. Ik hoop echt dat jullie dit een hele vette game vonden. We even een blauw duimpje omhoog. En wat ik vond zelf, en wat ik zelf vond, ik vond echt dit zelf echt een hele vette storyline. De multiplayer heb ik ook al eventjes gespeeld en dat is ook gewoon vet. En ik zou deze game sowieso gewoon kopen. Dit is echt een heel tof game. In ieder geval, mensen, dit was het dan. Even de blauw duimpje omhoog, dat zou ik heel erg waarderen. En dan zie ik je natuurlijk weer bij de volgende video. Laat dus!